gaat er op uw stoel zitten straks? Geen idee. Ga ik niet over. Nee, aan wie zou hem willen overdragen? Ga ik me niet over uitlaten. Zou gewoon blijven zitten. Precies. Geen gezeur. Waar wacht je op? Nou, dus de eerste ministerraad die gaat beginnen weer. Alleen de eerste ministerraad met dezelfde ministers als de laatste ministerraad. Beetje pech is het asje. Het is een ambtenaar. Wij maken even een plot. Oh, nou ja. Er is een aanslag en je weet dat je plek straks ingenomen moet worden door iemand anders. Of je blijft gewoon zitten. Ja, daar heb ik geen idee van. Nee, maar goed. En is er dan ook een extra alertering hier in Nederland? Of is dat gewoon een vaste... We hebben natuurlijk de NCTV. En de NCTV geeft aan... dat het licht op oranje staat. Wat wij moeten doen. Of al dan niet extra maatregelen moeten worden genomen. Daar heb ik op dit moment niks van vernomen. Ik wil wel wat vragen over de formatie. Vindt u niet dat die op moet schieten? Zeker nu, in deze gevaarlijke wereld. Nou ja, het zou fijn zijn als de formatie vaart maakt. Maar volgens mij zijn de heren aan de formatietafel goed met elkaar in gesprek. En dat vind ik al heel veel waard. Ja, maar ze kan ook niet altijd zeggen wat ze denkt of thuis zegt. Ze denkt, jeetje, wat een ellende zeg. Wat een wereld, een rotwereld. Laten ze eens een beetje opschieten met die formatie. Weet je wat, ik ga hier ook helemaal niet weg. Heb je een vrije dag gedaan? Nee. Kom je even, even kijken hoe het met de formatie staat. Ik vind dat zo vreselijk lang duurt. En dat dat eigenlijk niet meer kan in deze tijd. Wat vindt u? Nou, weet je, het zijn ingewikkelde dingen. Ja. Weet je hoe die verschillen zijn? Niet zo groot. Dus je hebt een aantal dingen. Maar als je het eenmaal afgeraffeld hebt... En het blijkt er daarna in de komende kabinetsperiode allerlei problemen te gaan opleveren. Heb je spijt van dat je het niet goed hebt gedaan? Even Cor begroeten. Goedemorgen. Dag Cor. Alles goed hier? Ja, zeker. Ja? Mooi zo. Ja, het wordt straks de langstdurende formatie. Iedereen doet net alsof al die verschillen zo zijn. Er zijn zoveel dingen in de wereld waar je mee van doen hebt. Dan zitten we hier een beetje te miezenmouzen over een... halfjaartje AOW omhoog of omlaag. Flexibel dit en flexibel dat. Doe eens wat, zou ik zeggen. Kees. Oh, sorry. Geef niet hoor. Ja. Ik loop gewoon elegant op jullie heen. Duurt die formatie niet veel te lang? Hij duurt lang. Te lang. Dat is een open deur, denk ik. Understatement. Is het nog wel van deze tijd om dat zo lang te laten duren? Ja, dat is steeds mijn twijfel. Vraag eigenlijk. Ik heb die vraag ook. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat in andere landen gaat het in 3 dagen. Ja. Maar zitten diezelfde discussies die we nu daar hebben, zitten er gewoon in het kabinet? In dit versnipperde landschap zitten natuurlijk heel veel verschillen. Vroeger zaten die binnenpartijen. En nu zit dat in iedere partij. En heb je dus ook 4 partijen nodig. Dat is mij wel opgevallen. Ik heb natuurlijk andere formaties meegemaakt. Met 4 partijen aan tafel zitten is echt veel ingewikkeld. Ja, natuurlijk. De staatsschuld komt voor mij relatief staatsschuld. Nou, het is zo wel best.